We hebben een melkveebedrijf met 100 koeien. Daarnaast ben ik zzp'er en vuur ik met een andere agrariër zoals melkers. We hebben thuis een melkveebedrijf, een melk- en vleesveebedrijf. We leveren aan 2 keurslagers en voor de rest melken we nog 180 melkkoeien. Ik ben opgegroeid in de stad en ik ben ermee besmet geraakt door een ex. En eigenlijk de liefde is voorbij gegaan, maar die verkoeien niet. Hele leuke fotograaf ook, die me overal in begeleiden en zo van oh, dit is wel leuk en dit is wel leuk. En dan kon ik me heel snel op aanpassen, laten we zeggen. En gewoon lekker staan en gewoon genieten ook. Ja. Wie niet waagt, wie niet wint. 2018 moet ik alles doen wat uit mijn comfortzone is. Dus vandaar dat ik me heb aangemeld. Gewoon leuk moet je een keer gedaan hebben. En toch ook, ja, omdat het boerenleven staat nou niet helemaal in een positief plaatje. En ik denk dat dit juist meer aandacht trekt ook naar de andere kant. In de toekomst? Nou, op de boerenkalender.